Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het tijd op de plexen! Ja, we gaan weer een skin kopen! We gaan Gouden Nita kopen. Oh nee, niet Gouden Nita. Hoezo dacht ik Gouden Nita? Gouden Nani gaan we kopen! We zien thuis een nieuwe gouden skin. 25.000 coins. Mega duur. Maar die gaan we dus kopen. En we doen een leuke challenge. Ik heb echt een leuke challenge bedacht. Een soort challenge die ik nog nooit eerder heb gedaan. Want je hebt namelijk een aanbieding. Een maanfestival aanbieding. Voor 15 euro heb je... Oh, ik moet even afwijzen. Ik ben bezig. Sorry Rick, ik ben bezig. Maar in ieder geval, je krijgt 12 megadozen voor 15 euro. En die aanbieding ga ik kopen op een account. Als ik hem winhaal met Nani. Maar ja, dat moet natuurlijk even bepaald worden. Welk account? En daar heb ik een rat voor. Ik heb mijn 400 special account. Ik heb mijn zusjes account, mijn tweede account, mijn hoofdaccount. En dan nog eventueel een ander account. Daaraan dit rat ga ik draaien. En het account wat tevoorschijn komt, op dat account ga ik dan volgens die aanbieding kopen. Ik krijg nu trouwens gratis een grote doos. Die krijgt iedereen gratis, dus dat is leuk meegenomen. Maar we gaan dus spelen met Gouden Nani. En als ik hem win, dan mag ik aan het rad draaien. En op dat account gaan we dus de aanbieding kopen. Ik mag ook meerdere wins halen. Dus dan mag ik meerdere keren op het rad draaien. En dan mag ik ook meerdere keren die aanbieding kopen. Met andere woorden, dit wordt een lijpe video. En als jullie er zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes. Zou echt ziek zijn als dat weer een keer gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op het belletje te drukken. Gaan mijn abonnees misschien ooit weer een keertje omhoog. Nee, we blijven gewoon lekker doorgaan. En het zal pas wel weer een keertje omhoog gaan. En Brawl Stars, ik heb er vertrouwen in. Binnenkort gaat het weer veel populairder worden. Want er komen echt updates aan waarvan je denkt, oh, dat wordt heel nice. Vooral met de club en clan. Ik ben zo benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Maar dat komt er natuurlijk aan. Laten we nu maar beginnen met massief Gouden Nani kopen. Ja, en dit maakt niet uit of je de code Bowser hebt ingevuld, want je koopt niks voor geld. Maar hey, vergeet niet de code Bowser te gebruiken. Wordt natuurlijk gewaardeerd als je dat doet. Maar een Gouden Nani is in de pocket. Hebben we weer een gouden skin erbij. Waar heb ik Nani staan? Ik heb al trouwens zoveel gouden skins. Dat is echt niet normaal. Ik moet Nani nog even opzoeken. Ah, hier heb ik Nani staan. Hoppatee, Gouden Nani OP. wat gaan we doen? Zullen we een potje Showdown Plus doen? Dat is op zich wel leuk. Doen we een potje Showdown Plus? Als we dus eerste worden, mag ik die aanbieding kopen. Mocht dit niet goed gaan, dan kunnen we altijd nog Duo Showdown doen hier zo. Dat vind ik ook wel heel vet. Dan gaan we in deze map spelen. Dat kan ook. We doen eerst één potje dus Showdown Plus. Daarna gaan we Duo doen. Dan wordt dit iets makkelijker om een win te halen. En in zo'n map is dat eigenlijk ook wel leuk. Maar gewoon eerst even kijken of het hierin gaat lukken. Ik acht de kans klein. Maar hey, je weet het natuurlijk maar nooit. Je weet het natuurlijk maar nooit. Die Sursje wil nu al teamen. Dat ga ik nog niet doen. Ik ga gewoon eerst even punten verzamelen. Even zorgen dat ik sterk word. Oh lol, ik had helemaal niet door dat daar een Surge zat. Nou ja, gelukkig blijf ik nog levend en gaat dit nog maar net goed. Dat is wel het voordeel met Nani. Je doet zoveel damage. Dus als zo'n Surge denkt, nou ik ga om het hoekje wachten en dan komt Nani. Dan is dat niet de meest tactische knokker. Om zeg maar op die manier op te wachten. Nee Pam, ik wil niet teamen. Ik wil niet teamen. Waar is die Pam ondertussen? Ik heb bijna mijn super trouwens. Sorry, oh, daar is Pam. Kom nu maar, Pam. Ja, ik heb nu mijn super. Oké, die wou ik even hebben. We hebben trouwens 3 krachtpunten, dus dat is op zich wel nice. Maar ik moet wel even oppassen voor die Brock. Maar die moet ook oppassen voor mij, jongen. Hier, komt u maar, Brock. Komt u maar. Komt u maar. Zou dit genoeg zijn? Hoppa! Oh. En... zou ik hem nu kunnen hebben? Ja. Nu moet ik uitkijken voor Pam. Oh, nee! Op zich ging het goed. Het ging best wel goed met Nani. Alleen jammer dat ik in één keer allemaal knokkers van alle kanten al bekreeg. Ah, weet je wat? We gaan nu gewoon duo doen. Ik heb nu ook mooi boven de 750 gepusht. We gaan nu even duo doen. Op zich ging het wel vrij goed. Maar we hebben een win nodig, dus we moeten eerste worden. En dit is wel echt een lijpe man. Wel echt geniaal. Met een El Primo heb je trouwens wel een grotere winkans. Dus dat is op zich wel lekker. En dan kan ik natuurlijk mijn gadget aanzetten. En dat is ook natuurlijk chill. Jaden, wat ga jij doen? Ga je nu al naar het midden of zullen we even wachten? Oké, we wachten even totdat het giffer is. Want dan hebben alle teams als het goed is in het midden elkaar al gekild. En dan hebben we misschien iets grotere kans. Oké, El Primo gaat nu naar boven. Ik ga wel via de andere kant.
En dan zal ik zo meteen ook even mijn gadget meteen inzetten. Maar dat moet ik nu wel meteen doen. Oh, joh, ik ben meteen dood. Oh, nee. Al prima, blijf leven. Nee. Shit. Oké, okay, is toch niet helemaal goed gegaan. Dat is dan wel weer jammer. We proberen het gewoon nog een keer met een andere medespeler. En we gaan het gewoon net zo... Oh, nee, nou, dat is ook niet leuk. Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik heb vanaf nu nog 5 pogingen. 5 pogingen om een eerste plek te halen. En anders heb ik pech gehad. Want anders, als ik onbeperkt doe, ja, dan gaan we gegarandeerd vet voor aanbiedingen kopen. Is ook leuk, maar dan is de challenge een beetje weg, zeg maar. Dan is het ook geen uitdaging meer. Oké, dit is een beetje shit. We beginnen nu in het midden. Het nadeel... Oh, trouwens, dit is helemaal geen nadeel. Hij maakt alle muurtjes kapot. Maar ik wou zeggen, het nadeel is dat je dan helemaal geen kisten hebt. Maar nu landen alle tegenstanders natuurlijk aan de zijkant. Wat natuurlijk voor ons ideaal is. Ja, ik heb geen teleport. Als ik nou teleport had gehad, had ik die punten kunnen pakken. Maar dat kan nu helaas niet. We kunnen even hierheen. En oké, ik ben nu dood. We gaan alsnog gewoon dood. Ai. Dit is echt shit, jongen. Oké, misschien zou ik teleport moeten gebruiken. We gaan teleport gebruiken. In dit soort situaties was teleport echt ideaal geweest. Maar we hebben nu nog 4 kansen om een win te halen. Mijn teamgenoot is Gil. We hebben nu in ieder geval krachtpunten. Dus dat is nice. Ja, dat is zeer zeker nice. Hier pakken we die even. En dan kunnen we hier die pakken. En top, dan zijn we nu mooi sterk. Oké, we gaan nu gewoon naar boven meteen. We gaan meteen naar boven. Dan hoop ik dat ik zo meteen met mijn teleport weg kan komen hier zo. Dat zou heel chill zijn. Oké, lol. Nee. Nee, om. Ja, oké, Gil heeft het overleefd. Oké, dit moet het dan gaan worden. Dit moet het dan al gaan worden. Dan is het alsnog vrij snel gelukt. Daar zit de Tara en die teamgenoot komt nu tot leven. Oh, dat is trouwens een El Primo. Dat is dan nog redelijk gevaarlijk. Nee. Wat doet die El Primo, joh? Die pleegt gewoon suicide, want die kan nu helemaal niks meer. Oké, nou, het is nu gewoon wachten, want we kunnen niks. Ik zie jullie zo meteen als we weer wat verder zijn en we dit potje gaan winnen. Want we zijn sowieso eerder in het gif. Ja, ze zijn nu in het gif, dus ze kunnen nu eindelijk niks meer. Dit is zo irritant als iemand zo speelt. Maar hey, maakt niet uit. We hebben de win en daar gaat het om. Let's go. Dat betekent dat we aan het aanbiedingrad mogen draaien. En dat rad bepaalt dus op welk account we die aanbieding mogen gaan kopen. Ik ben benieuwd. Wat gaat het worden? Welk account? Het wordt mijn zusjes account. Oké. Het wordt het account van mijn zusje. Eigenlijk is het meer mijn account omdat ik daar altijd op speel en dingen doe. Maar in ieder geval, dat account gaan we dus de aanbieding kopen. Wow, trouwens, er zijn nog veel meer aanbiedingen. Die aanbieding van gisteren is er ook nog. Maar eerst natuurlijk de code Bouwse invullen voordat we naar een aankoop doen. Dan kunnen we natuurlijk iets beters krijgen. En we hebben die reactiepakket ook nog. En, oh nee, die megadoos niet. Die grote doos ook nog eventjes openen. Heb ik trouwens nog knokkers die ik kan krijgen op dit account? Ja, genoeg volgens mij nog. Ja, best wel wat mythische en een paar epische. Dus dat gaat wel goed komen. Ik ga trouwens nog even wat upgrades doen. Want dan kan ik misschien nog wat meer gadgets en dingen krijgen. Zo, upgrades zijn gedaan. Dan gaan we nu de aankoop doen. Oké, ik ben zo benieuwd of we iets gaan krijgen. Nou, uit 12 megadozen moet dat wel het geval zijn. En dan is het eigenlijk wel leuk dat ik op een account deze aanbieding koop. Waar je ook nog knokkers op kan krijgen. Want als ik op mijn hoofdaccount had gekocht op mijn tweede account, had ik alleen maar coins kunnen krijgen. Op mijn tweede account mis ik nog 1 of 2 sterrenkrachten. Dus dat had ik dan nog kunnen krijgen. Maar voor de rest helemaal niks. En op dit account kunnen we natuurlijk wat meer. Dus dat is wel leuk. Het nadeel is wel, op mijn hoofdaccount kan ik de coins wel goed gebruiken. Om natuurlijk alle gouden en zilveren skins te kopen. Maar ja, misschien dat dat zo meteen nog gaat gebeuren. Want we hebben nog 3 potjes die we mogen spelen. En dat, als we dan de winnen halen, mogen we natuurlijk nog een keer die aanbieding kopen. Maar we hebben de eerste keer 6 resterende items. Dus dan ben ik benieuwd. Of het een knokker gaat worden, of het een gadget, of een sterrenkracht gaat worden. Het wordt een gadget. Het wordt de gadget van Max. Natuurlijk nice, maar ik hoop dat ik nog een keertje 7 of 8 resterende items ga krijgen. Dat zal wel heel baas zijn. En aangezien ik op dit account best wel wat gadgets en sterrenkrachten nog moet krijgen, zou 7 of 8 eigenlijk wel mogelijk moeten zijn. Maar dan gaan we achterkomen. We hebben nu 6. Dus het kan weer een knokker zijn, maar het kan het ook niet zijn. Ja, dan gaan we achterkomen. Het is inderdaad weer een gadget. Hebben we gewoon 2 keer de gadget van Max achter elkaar gekregen. Op zich wel nice dat we gewoon beide gadgets van Max dan in 1 keer hebben. Volgende, weer 6 resterende items. Dus dit is al 2 keer 6 achter elkaar. Laat het nu een knokker zijn. 3e keer dat ik 6 heb, dan is 3 keer natuurlijk scheepsrecht. En dat is niet het geval, maar een sterkracht is wel zeldzamer dan een gadget. Dus we gaan de goede kant op. We gaan al omhoog qua zeldzaamheid. We krijgen de sterkracht van Daryl. Dat is op zich ook al heel nice. Maar ik heb geen idee hoeveel dozen ik nog te gaan heb. Maar dit is volgens mij de 3e keer 6 items achter elkaar. Dus dit is wel nice. Oké,
3 keer achter elkaar. En we begonnen met Gadget, toen Sterrenkracht en dan nu een knokker. En dat is niet het geval. We krijgen een Gadget van Kill. Maar wel 3 keer 6 resterende items achter elkaar. Zouden we 4 keer krijgen? Nee, dat helaas niet. Dat helaas niet. Dat zou misschien ook te veel van het goede zijn geweest. Maar nu wel weer 6 resterende items. Nu dan een knokker. En weer een Sterrenkracht. We krijgen de Sterrenkracht van Barley. Is natuurlijk nice. Eigenlijk heb ik best wel veel geluk uit deze dozen. Maar het zou toch veel nicer zijn als we nog een knokker kunnen krijgen. Nee, weer niet. 6 resterende items. En dit was het. Helaas, pindakaas. Ik ga weer terug naar mijn hoofdcounter. Gaan we nog een paar potjes doen. En misschien dat we nog een keer de aanbieding mogen kopen. Nou, dan gaan we weer eens kijken wat er van dit potje terecht gaat komen. Ik heb een Jessie als teamgenoot. Op zich is dat wel prima. Dat denk ik dan. Ja, want die kan natuurlijk wel redelijk wat damage doen. Kom, zullen we meteen gaan jumpen? Ik ga gewoon jumpen. Als jij daar blijft wachten, dat is ook helemaal prima. Dan ga ik alvast het duel aan. Kijken of ik hier misschien kills kan maken. En dit is eigenlijk helemaal geen verkeerd idee om daar te staan. Oké, ik had wel 1 kill gemaakt. Oh, maar ik ben ook meteen dood. Oké, dan is het helemaal afhankelijk van Yeet of we gaan winnen. Ik kom terug. Oh, in een paar seconden die Rosa. Ik denk dat mijn teamgenoot nu dood gaat. Dat kan haast niet anders. Ik kan trouwens teleporteren met mijn gadget, mocht dat nodig zijn. Ik denk, ja, ik ga dood inderdaad. Oké, eerste potje mislukt. We hebben nog 2 potjes te gaan. En dan kunnen we dus nog 2 keer de aanbieding kopen als we 2 keer eerste worden. Maar dat gaat wel pittig worden, denk ik. Maar ja, misschien met een beetje mazzel gaat het ook wel gebeuren en worden we wel 2 keer eerste. We zijn nu met de Bo. Ja, eigenlijk moet je Shelly of wel Primo hebben. Want dit is trouwens wel chill, dat we gewoon onze super zo kunnen laden. Dus dat vind ik dikke prima. Dan kan ik misschien zo meteen wegteleporten en dan heb ik wel een kans. Ik vind die reacties van Dani trouwens wel echt heel baas. Oké, okay, come on. Ik ga trouwens zo meteen, als ik in het midden kom, meteen mijn super aanzetten. Heb ik trouwens genoeg om mijn super te laden? Ja, ja, ja. Oké, okay, kom op. Waarom zet hij daar zijn mijnen neer? Bro, dat is toch niet handig? Dat is toch niet handig? Oké, okay, hier. Boom. Oh, nou ja, maakt niet uit. Ik leef nog. Oké, okay, come on, come on, come on. Mijn teamgenoot komt er nu aan. Mijn teamgenoot komt er nu aan. Dan kan ik meteen weer mijn super laden. Dus dat is nice. Er komen nu nog andere teams aan. En nu hebben we misschien wel een probleem. Denk ik, of weet ik niet. Nee, ik leef nog. Nee, dit moeten we winnen. Dit moeten we winnen. Lekker, 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 lekker. Oké, okay, dat betekent dat we nog een account die aanbieding mogen kopen. Dan wordt dit best wel duur allemaal. Maar hey, we hebben weer een win. Dus nou, ik ga het doen. Weet je, ik heb beloofd. Dus ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Hoe duur het ook wordt. Het wordt mijn 400.000 special account. Toen ik de 400.000 abonnees had gehaald, had ik een special account waar ik vet veel dozen op opende. Op dat account gaan we dus nog meer dozen openen. Gaan we natuurlijk eerst even die gratis grote dozen openen. Ja, je weet maar nooit, hè. Soms krijg je er iets uit. En natuurlijk de code WOWS invullen. En dan kunnen we de aanbieding gaan kopen. Voor extra geluk. Eens kijken of we nu wel een knokker gaan krijgen. Ik heb nu alleen niet gekeken of ik nog... Ja, ik kan sowieso knokkers krijgen. Maar welke knokkers ik kan krijgen. En hoeveel knokkers ik krachtlevels even heb en zo. Nou ja, maakt niet uit. Daar is het nu toch te laat voor. Laten we maar gewoon lekker dozen gaan openen. Op zoek naar de 8 resterende items. Dat is namelijk al heel lang geleden dat ik dat heb gehad. We hebben nu wel meteen in de tweede doos al 6 resterende items. Dus dat is nice. En we krijgen een gadget van Colt. In totaal open ik gewoon 24 megadozen. Oké, okay, weer 6 resterende items. En weer een gadget, weer een gadget. Oké, okay, weer 3 keer 6 resterende items achter elkaar, maar dat gebeurt helaas niet. Dit was volgens mij doos nummer 4. Dit is dan doos nummer 5. Weer 5 resterende items. Ik wil 6, 7 of het liefst 8. Ja, 8. Ja, misschien is dat ook net te hoog gegrepen. Of niet, of niet. Oké, okay, ik zit de hele tijd van beter krijgen we 8 resterende items. En gewoon, ik had de hoop al opgegeven. En juist op dat moment krijgen we 8 resterende items. Lekker hoor. Met natuurlijk de code BOWS. De code BOWS helpt erbij, jongen. Is natuurlijk onzin. Het helpt niet meer of zo. Maar het wordt wel gewaardeerd als je dat code invult. Maar nu, 3 resterende items. Als we meteen een knokker krijgen, krijgen we gewoon 3 knokkers. Dat zou echt ziek zijn. Maar ik ga er niet van uit. Nee. Oké. Okay. Even voor jullie beeldvorming. Even voor jullie beeldvorming. Je begint als je knokkers krijgt altijd met de slechtste knokker. Of in ieder geval met de minst zeldzame. Als Gil de minst zeldzaamste is die we krijgen, dat betekent dat we 3 chromatische knokkers in 1 doos krijgen. Nee, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Oké, okay, we gaan door naar de volgende. No, het is oké. Okay. Geen chromatische, maar het is mythisch max.
Oké, dan is het toch niet wat ik zei. Maar dan hebben we nu al chromatische, mythische. En dan is het sowieso mythisch of zeldzaam. Dus of het is nog een mythische, of het is een legendarische. Als het een legendarische is, is dit de beste doos aller tijden. Dat is echt zeer zeker het geval. Wat gaat het worden? Ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1. No, oké, het is geen legendarische, maar het is wel Jeep. Dit is mijn beste doos ooit. Ik heb wel eens zeg maar dozen geopend waarin ik een mythische en een legendarische in één doos kreeg. Maar nu hebben we 2 mythische en een chromatische knokker in één doos. Oh, dit is echt niet eerlijk. Dit is echt niet eerlijk. Dit is... Sorry voor iedereen die kijkt en denkt, oh, jij hebt altijd zo vies veel geluk. Ja, sorry. Ik kan er ook niet... Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, misschien. Ik weet niet. Misschien kan ik er wel wat aan doen. Misschien heb ik gewoon geluk. Maar dit is echt bizar. Kijk dit dan. Ai. Oké, dit is echt het mooiste ooit. Oké. We gaan door naar de volgende doos. Maar dit is echt heel bizar. 3 knokkers en dan heb je dit soort knokkers. Kijk, het zijn niet eens zeldzame knokkers of super zeldzame knokkers. Of epische. Het zijn gewoon allemaal super zeldzame knokkers die we allemaal krijgen uit 1 doos. En we krijgen nu ook nog Byron. 3 mythische knokkers in 1 aanbieding en nog een chromatische knokker. Nee. Oké, voor 15 euro hebben we nu 3 mythische en een chromatische knokker. Dit is echt de beste aanbieding die ik ooit heb gekocht. By far. Dit is niet eerlijk. Hè? Soms zit het even mee, soms zit het tegen. Nou, nu zit het even mee. Ja, die 5 items die we nu krijgen, dat boeit me niet meer. Kijk, normaal ben je voor 1 mythische knokker ben je al 170 edelstenen kwijt. En dan is hij hier in de aanbieding. Normaal kost het 350. En 350 ben je normaal gesproken gewoon 20 euro voor kwijt. En ik heb nu voor 15 euro heb ik er 3 plus een chromatische. Insane. Oké, nou ja, we mogen nog 1 potje doen met de Nani. En dat wordt het laatste potje. En dan mogen we misschien nog een keer deze aanbieding kopen. Oh, en dan beginnen we in het midden en dat is niet de allerbeste plek om te beginnen. Nou ja, oké, we gaan er het beste van maken. We gaan eens kijken of dit toch nog goed kan komen. Oh, er komt een El Primo. Die heb ik nog overleefd en we zijn nu allebei dood. Oké, shit. Nee, oké, niet nog een win. Helaas is het niet anders. Het was ook wel best geweest. Wat een doos. Doe dat duimpje omhoog als jullie deze doos ook de ziekste doos ooit vonden. Word gewaardeerd als je dat doet. En ik kan het gewoon niet geloven. Maar dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!